Praise God. Today we shall be talking about enough of this nonsense. Genug von dieser Unsinn. Look at your neighbor and say enough of this nonsense. Kijk naar jouw buur en zeg genoeg van deze onzin. The topic of today's sermon is enough of this nonsense. Het onderwerp van deze dienst is genoeg van deze onzin. You cannot. Je kunt niet. Or can never experience change. Of je kunt nooit verandering meemaken. Till you see your situation as a nonsense. Totdat je jouw situatie als een onzin ziet. This is the month of change for us. Dit is het maand van verandering voor ons. God is changing and bringing a lot of things for us. God verandert veel dingen voor ons en brengt nieuwe dingen voor the ons. The word God gave us this morning is exciting for me. Het woord dat God aan ons heeft gegeven deze morgen, het is heel and blij that is why voor mij. I want to advise you, this is the time. Dat is waarom ik jullie wil adviseren dat het de tijd is. To go and take steps. Om stappen te gaan nemen. Because the door has been opened. Omdat de deur geopend is. Those that believe, degene die geloven, alsjeblieft. Let it be so for you according to your faith. Laat het zo zijn tot uw geloof, zoals uw geloof in Jezus' naam. Till you are tired of the situation, totdat je moe wordt van je situatie, you can never have a change. Dan kun je nooit een verandering hebben. Whatever you tolerate, wat je ook tolereert, you cannot change. Kun je niet veranderen. Till you come to a point, totdat je tot een punt komt, where you say enough of this nonsense. Waar je zegt genoeg van deze onzin. It is only then that even your enemy will become afraid of you. Het is alleen maar dan dat zelfs je vijand bang van jou zal worden. You find out that sometimes people are doing something because you are accommodating it. Je komt erachter dat mensen jou bepaalde dingen aandoen omdat jij zulke dingen steunt. And from the day you say enough of this nonsense, it will change. Maar tot het moment dat je zegt genoeg van deze onzin, zal het is veranderen. The person will change and do what you want them to do. Het is oftewel dat de persoon gaat veranderen en gaat doen wat jij wilt dat ze doen. Or they will walk away and creating the change for you. Of ze zullen wegstappen en de verandering creëren voor jou. The Bible tells me. De Bijbel vertelt mij. In 1 Chronicles 4. In 1 Kronieken 4. About the story of a man called Jabez. Over het verhaal van iemand die Jabez heet. And it says, and Jabez was more honorable than he. That's from verse 9. En ze zeggen dat vanaf vers 9. And Jabez was more honorable than his brethren. Jabez was meer eerbaar dan zijn broers. And his mother called his name Jabez, saying. En zijn moeder heeft zijn naam genoemd Jabez, zeggende. Because I bore him with sorrow. Omdat ik hem heb gekregen met verdriet. What this implies is that this man experienced sorrow. Verdriet had meegemaakt. All through his life. Doorheen zijn hele leven. Father, I thank you for this word. Vader, ik dank u voor deze woord. Take this word. Neem deze woord. And touch the heart of somebody in this place. En raak de hart van iemand hier in Jezus' touch naam. My heart. Raak mijn hart. And bring a change to situations. En breng een verandering tot situaties. In Jesus' name. In Jezus' naam. The Bible tells us in verse 10. De Bijbel vertelt ons in vers 10. And Jabez called on the God of Israel, saying. Jabez bad tot de God van Israël, zeggende. Oh, that thou would bless me. Indeed. Wilt u alstublieft goed voor mij zijn? En mijn gebied steeds groter maken. And that thy hand might be with me. Wilt u met mij zijn? And that thou would keep me from evil. En mij beschermen tegen het kwaad. That it may not grieve me. Zodat ik geen verdriet zal hebben. Did you hear the word grieve? Hebben jullie het woord verdriet gehoord? And God granted him that which he requested. En God gaf hem wat hij had gevraagd. When a man comes to the point, als een man tot een punt komt, when he says no enough of this, waar hij zegt genoeg van dit, even God will respond. Zelfs God antwoorden. The woman with the issue of blood, de vrouw met het probleem van bloed, she suffered so much, ze had zoveel geleden, she came to a point, ze kwam tot een punt, and she said enough of this nonsense. En ze zei genoeg van deze onzin. I must go look for a solution. Ik moet voor een oplossing gaan zoeken. There were some lepers in the Old Testament. Er waren mensen met lepra. They came to a point in starvation, they say, let us go to the enemy. En ze kwamen tot het punt dat ze zeiden, laten we naar de vijand gaan. Enough of this nonsense. Genoeg van deze onzin. If we perish, we perish. Als we lijden, dan zullen we lijden. On getting there, they had their victory. En toen ze daar gingen, hadden ze gewonnen. There are some of you that will remain where you are, except. Er zijn sommige van jullie die op hetzelfde plek zullen blijven. You decide to make a decision. Alleen maar totdat je een beslissing beslist te maken. If I perish, let me perish. Om te zeggen, als ik moet lijden, dan zal but ik lijden. Tired of my situation. Maar ik ben klaar van mijn situatie.
Tell your neighbor enough of this nonsense. Zeg tegen je buur genoeg van deze onzin. Tell your problems enough of this nonsense. Zeg tegen jouw problemen genoeg van deze onzin. You can never experience riches in your life till you are tired of poverty. Je kunt rijkdommen nooit ervaren als je klaar bent van armoede. You can never experience health in your life till you're tired of that sickness. Je kunt nooit gezondheid ervaren als je klaar bent. Totdat je klaar bent van die ziekte. It is when you're tired of something that you're moved to do something. Dat je aangemoedigd wordt om iets te gaan doen. You can never experience holiness. Je kunt nooit heiligheid ervaren. Till you're tired of sin. Totdat je klaar bent van zonde. I hear people say, ik hoor mensen zeggen, I can't deal with this sin. Ik kan dit niet meemaken. It is because you're enjoying it. Nee, het is alleen maar omdat je ervan aan het genieten bent. I hear some people say, sommige mensen zeggen, each time I try this, but I can't. Als ik het probeer, lukt het niet. With God, all things are possible. Met God zijn alle dingen mogelijk. Tell your neighbor, I am tired of this nonsense. Zeg tegen je buur, ik ben klaar met deze onzin. From today, vanaf vandaag, something has to be done. Moet er iets gedaan worden. Like I repeat again, zoals you can never halen, have a breakthrough in your life. Je kunt nooit een doorbraak hebben in je leven. You are tired of your situation. Alleen maar als je moe bent van je situatie. Is there somebody here tired of your situation? Is er iemand klaar met je situatie? Now, number two. Nummer like twee, I said, it's going to be very quick. Zoals ik al zei, het gaat heel snel zijn. Having God tired of your situation. Ervoor zorgen dat God klaar is, moe is van je situatie. You must be willing to do something about it. Dan moet je ook iets willen doen. I said number one. Ik zei nummer één. You must be tired of your situation. Je moet moe zijn van je situatie. Number two. Nummer twee. You must do something about your situation. Je moet iets aan je situatie doen. You must take a step. Je moet een stap nemen. Wishing alone that you're tired is not sufficient. Wens alleen maar dat uw moeheid niet genoeg is. You want to change your level in life? Je wilt jouw level in het leven veranderen. You must take a step to go back to school. Dan moet je een stap nemen om terug naar school te gaan. You must take certain steps. Je moet bepaalde stappen nemen. Life is full of risk. Leven is vol met risico's. Only those that take risk in life alleen degenen die risico's nemen, zullen doorbraak meemaken. If you don't take risk in life, als je geen risico's neemt in het leven, you remain where you are. Dan zul je blijven waar je bent. And that is why the Lord does not like fearful people. En dat is waarom de Heer mensen met schrik. Fearful people do not fulfill destiny. Mensen met angst vervullen hun lot niet. If you want to do something. Als je iets wilt doen, you must be willing to confront the obstacles or the opposition. Dan moet je alle dingen confronteren die voor die problemen veroorzaken. You must say, I don't care what people say. Je moet zeggen, het boeit me niet wat mensen zeggen. You must say, I don't care the consequences. Je moet zeggen, het maakt me niet uit wat de gevolgen zijn. If the heaven has to fall, let it fall. Als de hemel moet vallen, laat het vallen. When the enemy or your opponent see you take that position, they know there is war. Wanneer uw vijand of uw tegenstander ziet dat je zo'n beslissing neemt, dan weten ze dat er oorlog is. En dan zullen ze buigen. You must be ready to renew your mind. Je moet klaar zijn om je gedachten te hernieuwen. You can never walk into the new with an old mind. Je kunt nooit in het nieuwe stappen met een oude gedachte. If you're walking into a new thing, your mind has to be ready for the new thing you're going to face. Als je een nieuwe ding wilt stappen, moet je gedachten klaar zijn voor die nieuwe dingen die je zult meemaken. The new level you want to face in life will require a new mentality. De nieuwe ding die je wilt meemaken, heeft een nieuwe mentaliteit nodig. They say, if you want to be a millionaire, you think like als je a millionaire wilt worden, dan moet je denken als een miljonair. If you want to be healed, als je genezen like wilt worden, a man that is healthy. Dan moet je denken als een persoon die al genezen is. You can never walk into the new je kunt with nooit the in het nieuwe stappen mindset. Met een oude gedachtegang. The Bible says, as a man thinketh, so he is. De Bijbel zegt, zoals een man denkt, zo is hij. You must take radical steps and take your position by force. Je moet radicale stappen nemen en je positie nemen. Christians, our problem is that we are not forceful enough. De problemen van christenen zijn is dat ze niet Christians veel kracht are too fearful. Nemen, dat ze te veel angst hebben. We are afraid of failing. We zijn bang om te falen. Failure sometimes is the vehicle for change. Soms is falen nodig om een verandering mee te maken. If you don't try, als je het niet probeert, you will never know. Dan zul je het nooit weten. If you don't try, als je het nooit probeert, you will never get to the next level. Dan zul je nooit tot de next level tell your neighbor, tot de volgende level bereiken. Enough of this nonsense. Zeg tegen jouw buur, genoeg van deze onzin. Jacob came to a point. He said, "God, Jacob you must bless me." Waar hij zei, God, jij moet mij zegenen. I will not let you go till you bless me. Ik zal jou niet loslaten totdat je mij zegent. Jacob was tired of his old lifestyle. Jacob was klaar, was moe van zijn oude leefstijl. It took a man to wrestle with God for the man to have a breakthrough.
Een man moest tegen hem vechten zodat hij zijn doorbraak zou meemaken. Under this action, onder deze actie, you must be ready to say no to certain things. Dan moet je klaar zijn om nee tegen bepaalde dingen te zeggen. You must be ready to say no to certain people. Je moet klaar zijn om nee te zeggen tegen bepaalde mensen. You must be ready to lose certain kinds of things and certain kinds of friends. Je moet gereed zijn om bepaalde dingen en bepaalde vrienden te verliezen. As a pastor, you should be ready to lose certain members of your church for them to be changed. Als een pastoor moet je gereed zijn om bepaalde leden van je kerk te verliezen zodat er verandering zal zijn. You should be ready to lose certain kinds of friends. Je moet gereed zijn om bepaalde vrienden te verliezen. Permit my word, permit my language, to hell with them. Tot hel met hun. But you don't go into hell with them. Maar je gaat niet in hel met hun. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand halleluja roepen. No, I am not hearing you. Ik hoor jullie niet. No, I am not hearing you. Ik can hoor you jullie say niet. Hallelujah? Roep halleluja. There are certain friends that you say to hell with you. Er zijn bepaalde vrienden tegen wie je moet zeggen tot hel met hun. There are people who think that without them you can never succeed. Er zijn bepaalde mensen die denken dat zonder hun je nooit iets zult bereiken. And if you must have a change and go to the next level. En als je een verandering moet meemaken naar de volgende level moet gaan. You should have the guts to look at them on the face and say I don't need you. Dan moet je naar hun kijken en zeggen ik heb jou niet nodig. I can survive without you. Ik kan overleven zonder jou. And when they know you can survive without them. Dat je zonder hun kunt overleven. Then they respect you. Dan zullen ze jou respecteren. Most of us are struggling today. De meeste van ons hebben moeite vandaag. People think that without them we can't survive. Omdat mensen denken dat zonder hun we niet kunnen overleven. There are people who are peeping on our mouths. Er zijn mensen die gewoon wat onzin zeggen. Saying all kind of nonsense about us, destroying our lives. Die allerlei onzin over ons zeggen en onze levens vernietigen. Put us on soul tie. Die ervoor zorgen dat wij verlegen worden en bang zijn. You say a young beautiful girl because a man says I want to marry you. They make you treat you anyhow. Je ziet een mooie jonge vrouw en dan zijn mensen die gewoon mishandelen. Enough of this nonsense. Je moet zeggen genoeg van deze onzin. The guy every year he tells you. De jongen vertelt jou elk jaar. Next year I will see your parents. Volgend jaar zal ik je ouders zien. Okay, not this year. Next year I will see your. Maar volgend jaar zal ik je ouders zien. Tell him enough of this. Vertel hem genoeg van deze onzin. If I tell him I don't need to see, don't see my parents anymore. Vertel hem, zie because mijn ouders it niet is meer, over. Want het is klaar. You will see him run and go and see your parents. Je zult hem zien rennen naar je ouders. But because whatever he says each time, maar you accept. Dat, wat hij ook zegt, jij dat accepteert. He sees you as his mugu. Ziet hij als zijn volger? Is that word mugu bad? I don't understand. Eh? He sees you as his fool. Dan ziet hij jou als een dwaas. Church. Kerk. It is time. We say we don't care. If the heaven wants to fall, let it fall. If the rain wants to fall, let it fall. You can't speak to me like that anymore. Je kan niet zo tegen mij spreken. You can't mess my life anymore. Je kunt mijn leven niet meer vernietigen. If you want to go, please go. Als je wilt gaan, dan kun je gaan. It's then you know that they value you. Het is dan je weet dat ze waarde voor jou zullen hebben. Say enough of this nonsense. Zeg genoeg van deze onzin. Demonic forces, let me tell you something. Demonic forces are attacking Christians, compressing them every Demonische day. Krachten vallen alle christenen aan because elke dag. You are not tired of it. Omdat jullie niet moe zijn van jullie situatie. The day you say come this night and you die. De dag dat je zegt, kom deze nacht en je gaat dood. Every night you press me. Elke nacht onderdruk je me. Name of Jesus, maar in de naam van Jezus. If you dare come this night, you als je will nog die. Één keer durft te komen. Enough of this nonsense. Genoeg van deze onzin. I bet you go and sleep. They dan will ga je not slapen come. En dan zullen ze niet because komen. Because they know you have woken up. Omdat ze weten dat je wakker bent geworden. Do you know... Do you know in a country where people are oppressed dat it's because people have refused worden, to fight back? Omdat mensen hebben geweigerd om terug te vechten. I've always said it. Ik heb het altijd al gezegd. I said it because ik heb het gezegd omdat my ancestry is Nigeria.
Dat waar ik van afkomstig ben, dat geen people Nigeria complain, is. Oh, the government is this, altijd. The government is that. Het bestuur is dit, het bestuur is dat. I don't listen to them. Ik you know luister why? Niet naar hun, weet je waarom? They are still enjoying it. Ze genieten er nog steeds van. The day the masses of the country of Nigeria say, enough of this nonsense, the government will wake up. De dag dat ze zeggen, genoeg is hun, zal het bestuur eindelijk wakker worden. You know, I hear people say, ik hoor mensen altijd zeggen, you know, this group, deze groep, killing of die people, groep, that die mensen, the dead people, the young boys will rise. De dag dat de jonge mensen zullen wakker worden. Enough of this nonsense. En zeggen genoeg van can deze onzin. Can I speak to those people from Nigeria? Kan ik spreken tot die mensen van Nigeria? You are having what you are having je because hebt, you have permitted it. Je hebt wat je hebt omdat je er toegang hebt gegeven. If you say enough of this nonsense. Als je zegt genoeg van deze onzin. And do something, sta you will see en doe iets, be a dan change. Zul je een verandering zien. Simple. Simple. Absolute. Absoluut. And that is the way I live my life. En dat is hoe ik mijn leven leid. If you give me too much problem, als je mij te veel problemen geeft, I will tell you enough is enough. Dan zal ik je vertellen, genoeg is genoeg. Enough of the genoeg van deze onzin. There must be brothers and friends you must take out of your life. Er moeten broeders en vrienden zijn die je uit je leven moet verwijderen. As far as those brothers and friends or sisters in your life, you are going nowhere. Want als die broeders of zusters nog steeds in jouw leven zitten, dan ga je nergens naartoe. Please don't be emotionally attached too much. Wees alsjeblieft niet emotioneel verbonden aan hun. I was watching a program. Ik was een programma aan het kijken. They gave a man a gun to shoot his wife. Ze gaven een man een pistool om zijn vrouw neer te schieten. A newly married wife. En in fact, they were still, she was still wearing her wedding gown. Ze was nog steeds in haar bruidsjurk. And the man said, no, I will not. En de man zei, nee, ik zal het niet doen. They gave to the woman shot him. En ze gaven het aan de vrouw en de vrouw heeft hem neergeschoten. Now, maybe this is extreme. Misschien is dit extreem. There are brothers that are not worth you. Er zijn there broeders are sisters die niet that waard are not worth you. Er zijn zusters die niet there waard are relations zijn. That are not worth you. Er zijn relaties die niet waard zijn. If you don't stand up, you cannot take the nonsense from them. En als je niet opstaat, zul je die onzin blijven aannemen van tell your neighbor enough of this. Zeg tegen je buur genoeg van deze onzin. You labor, they je leidt. You labor, ze eten. They eat. Je laat ze eten. You complain, they say, why are you talking? Je zeurt en ze vragen, waarom praat jij? They say, is it because you're privileged? Ze zeggen, is het omdat je een voorrecht hebt gekregen? Tell them enough of this. Vertel hun genoeg go van deze onzin. And labor yourself. Ga zelf leiden. Am I speaking to somebody here? Spreek today? Ik tot iemand hier? Till the day you are ready to lose friends. Tot de dag dat je gereed bent om vrienden te verliezen. Till the day you are ready to lose what you think is the best. Tot het moment dat je gereed bent om dingen te verliezen. You remain where you are. Dan zul je blijven waar je bent. Those of you who have positioned your life to taking social security. Every month and you go open your hand and they give you the money. You come back home. Leven, zo heb ik gepositioneerd. Every next month you go back, they give you again. Van het sociaal bestuur. You have tied yourself to a nonsense. Dan heb je jezelf verbonden aan onzin. Because all your planning will be planned only on that money. Want al uw planning zal gemaakt worden op basis van you die geld. You can never excel in life because you will be bound by that small money. Je zult nooit succes hebben in het leven omdat jij nog steeds verbonden bent aan die geld. Till you decide to break through and say, if I starve, let me starve. Totdat je beslist om een doorbraak mee te maken en te zeggen, als ik moet lijden, dan ga ik lijden. Suddenly it is then you see that you have potentials in your life. Dan zul je dan pas zien dat je potentieel hebt in jouw leven. You always never know your potential. Je weet nooit wat jouw potentieel is, totdat. Say something happens. Totdat iets gebeurt. You know, they say necessity is the mother of invention. Tell your neighbor enough of this nonsense. Zegt hij jouw buur genoeg van deze onzin? How long will we live a life of people lying to us? People hoe lang telling zul je us leven leiden dat mensen tegen jou liegen? Of limitations. Finally. En ze jou beperken tot dingen te doen en te bereiken. That's my number three point. En dat is mijn derde punt. For you to say enough of this nonsense. Voor jou om te zeggen genoeg van deze onzin, dan moet je supernatuurlijke hulp zoeken. I say you must seek supernatural help. Dan moet je supernatuurlijke hulp zoeken. When me and Dahi were talking this morning, he said something. He said, there is no great man that walks into greatness empty-handed. Er is geen enkele grote man die in grootheid stapt zonder iets. It's either you have God or you have juju. Het is oftewel dat je God hebt of dat je voodoo hebt. If you are empty-handed, you are naked.
Als je hier niks hebt, dan ben je naakt. If you see all these guys in large positions, als je al deze mensen ziet die in grote posities zitten, most of them belongs to the Illuminati. De meeste mensen horen bij Voodoo, bij hekserij. Freemason. In fact, you cannot get into certain positions in Europe except you remember the Freemason. Soms kun je in een bepaalde positie. Soms kun je niet in bepaalde posities zitten in Europa zonder tot de hekserij te behoren. So for you to break away from nonsense. Dus voor jou om jezelf te doorbreken van onzin. You need God. Heb je God nodig? Jabez understood it. Jabez understood. He knew he was in a nonsense. Hij wist dat hij in een onzin zat. So what? Dus wat deed hij? The Bible tells me in verse 9. In vers 9. You know, in verse 10. In vers 10. First Chronicles 4 verse 10. 1 Kronieke 4 vers 10. And Jabez called on the God of Israel. Jabez bad tot God van Israël. You can never achieve certain things in life till you go and wrestle with God. Je kunt bepaalde dingen nooit bereiken in het leven totdat je gaat vechten met God. Je zegt, Vader, I am tired of this situation I am. Ik ben moe van deze situatie geworden. I am declaring a 3 days fast, no food, no water. Drie dagen vasten, geen water, geen eten. I want to see you face to face. Ik wil u zien. I want to wrestle with you. Ik wil vechten met u. If you don't change my situation, als u mijn situatie niet verandert, it may be better you kill me. Dan is het beter dat je mij vermoordt. It's better you kill me than dan is het beter me like dat je mij vermoordt dan dat je mij laat. And by the time you start for 3 days, I will not eat. En bij de tijd dat ik begin met mijn vasten, zal ik niet eten. I will only drink water or maybe not drink at all. Dan zal ik alleen maar water drinken of helemaal niks drinken. You see God will come and visit. En dan zul je een bezoek krijgen van God. The kingdom of God suffered violence. Het koninkrijk van God leidt. Only the violent take it by force. Only the deep call it unto thee. If you're not a man that go to the deep, als je geen persoon bent die naar de diepte gaat, the deep things of God, zullen de diepe dingen van God, you will operate on the shadow. Dan zul je opereren in de schaduw. And you die an ordinary man. En dan zul je doodgaan als een normaal persoon. A man of the surface. Een persoon op de vlakte. Tell your neighbor, God forbid. Zeg tegen je buur, God zal het niet toelaten. You must take the step of faith. Je moet een stap nemen van geloof. And do what God has asked you to do. En doe wat God aan jou heeft gevraagd om te doen. When you seek his face, als je zijn gezicht zoekt. He can tell you to do some stupid things. Dan kan hij je vertellen wat domme dingen te doen. But because you are tired of your situation, maar omdat je moe bent van jouw situatie. You'll be willing to do it. Dan zul je het willen doen. Even in the world of darkness, ook in het wereld van de duisternis. They can tell you to do some strange, wicked things. Kunnen ze je vertellen om rare dingen te doen? Our G.O. told us how they told him to carry a goat. Onze papa vertelde ons dat iemand had verteld om een geit te dragen. They will tell you go, you know, go naked in the night from here to that place. Ze vertellen jou om naakt rond te lopen in de nacht. Humiliate you and disgrace you. Dus zul je voor de schut zitten. And Satan is happy. En Satan is blij. All that God may tell you is to do one small thing. En het enige wat God jou zal vertellen om te doen is een klein ding. And yet we are not willing to do. En toch willen we dat niet doen. When God wanted to change the life of Abraham, toen God het leven van Abraham wou veranderen. Give me your only son. Zei hij, geef mij uw enigste zoon. But Abraham. Maar Abraham. Knew that for him to get to the next level with wist God, dat voordat hij zijn volgende level kon bereiken dat hij dat moest doen. It must cost him something. En het moest hem iets kosten. Today I want to prophesy to the life of somebody. Vandaag wil ik profeteren tot het leven van iemand. I want to prophesy to the life of somebody. Ik wil profeteren tot het leven van iemand. That enough is enough. Dat genoeg is. You need to go home this night. Je moet naar huis gaan deze avond. And tell that girl or that boy, please pack your load and get out of my house. En tegen die jongen of tegen die meisje zeggen, pak je spullen en vertrek van mijn huis. Because enough of this nonsense. Want genoeg van deze onzin. You need to go back home and say. Je moet terug naar huis gaan en zeggen. This poverty that has ruled over my life. Deze armoede die controle had over mijn leven. Enough of you. Genoeg van jou. And you begin to take action. En dan begin je actie te ondernemen. Put a plan of your life. Maak je een plan voor je leven. Say in the next 2-3 years. En zeg je in de volgende 2 of 3 jaar. I want to achieve this. Wil ik dit bereiken? And God will grant it to you. En God zal het aan jou geven. Are you ready to pray before I close you? Ben je klaar om te bidden voordat we gaan afsluiten?
Please, can somebody pick a paper and write? Kan iemand een papier nemen en beginnen met schrijven? That in the next 2 years. Dat in de volgende 2 jaren. Check the quality of people in New Life Assembly. Bekijk de kwaliteit van mensen in deze kerk. Our lives have changed. Onze levens zullen veranderen. Our situations have changed. Onze situaties zullen veranderen. To the better and to the better. Tot het beterste van het beterste. People will know God. Mensen zullen God kennen. People will walk with God. Mensen zullen stappen met people God. People will become wealthy. Mensen zullen. People will begin to live a holy life. Mensen zullen weelderig worden en een heilige leven leiden. Write it down, you will see. Schrijf het op en je zult het in zien. The next 2 years. In de volgende 2 jaren. Say, Father, zeg, Vader. I receive the strength for change. Ik verkrijg de kracht voor verandering. I receive the boldness to go and make the change. Ik verkrijg de dapperheid om die verandering te gaan maken. Begin to pray for yourself. Begin te bidden voor jezelf. I take the boldness. Ik neem de dapperheid. I break every witchcraft limitation. Ik breek elke hekserij. On your life. Beperk upon the church. Leven. I break them in all. In mijn leven, in de kerk. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Yeleba sabakobo kolehalaya. Yeke makate leboko lebrandrebo subakatara. I receive the strength to say no. I receive the strength to resist my enemies. Ik krijg de kracht om nee te zeggen. Leba sabakane yaraboshendeka. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Can I tell you something? Kan ik jou iets vertellen? There are some of you here. Er zijn sommige van jullie hier. You have no ability to say no. Jullie hebben de abiliteit niet. There are om brothers, te sisters, zeggen tegen beperkingen. Even parents. Er zijn broeders en zusters en zelfs ouders. The moment they call you on phone, you begin to shake. En het moment dat ze jou beginnen te bellen, begin je al te bibberen. They will tell you, we need 1,000 euros now. Even when you don't have it, you go and borrow. Ze vragen aan jou, we hebben nu 1,000 euro nodig en ook al heb je het niet, geef je dat het aan is hun. Not life. En ga je geld lenen, it is maar called dat is niet soul, leven. It is called soul tie. Het betekent dienstbinding. Or they have manipulated you by satanic implications. Of ze hebben jou gemanipuleerd door satanische krachten. Today. Vandaag. From today. Vanaf vandaag. May God give you the ability to say no. Zal God jou de kracht geven om nee te zeggen. In Jezus' naam. Say, Father. Zeg, Vader. I break every soul tie. Ik breek elke zielsverbinding. Everything that keeps me in bondage. Elke ding die mij in de gevangenis houdt. That makes me a slave to man. Die ervoor zorgt dat ik een slaaf word van de mens. From today. Vanaf vandaag. I break them. Breek ik ze. Begin to pray for yourself. Begin te bidden voor jezelf. Malaba, seke baba baraba brokode. Eke lebro ndroboko seke lebro. Salaba shabala barabako roboko rimarabaka rabarabade. Yerebasoko malaba shenderebo subrakayaras. I refuse to be a slave. I break from every covenant. Ik breek mezelf af van elke hekserij. Hey! In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Some of you are under covenants you don't know. Sommige van jullie zitten onder beloftes waarvan jullie covenants niet bewust zijn. Covenants that run in your family. Beloftes die in jullie familie zitten. You're unable to break through from them. En je hebt geen kracht om ze te breken. Poverty runs from grandfather to father and to you. De armoede gaat van uw opa naar uw vader naar jou. But I tell you something. Maar ik ga u iets vertellen. It is because you've permitted it to happen. Het is omdat je daar toegang aan hebt gegeven. The thing that happened to your grandmother is happening to, happened to your mother and it's happening to you. En is nu ook met jou aan het gebeuren. It's because you allowed it to happen. Het is omdat je er toegang aan hebt gegeven. For man has the authority to say enough is enough. Omdat enough of this heeft nonsense. Om nee te zeggen en te zeggen genoeg van deze onzin. Say, Father. Zeg, Vader. Every covenant. Elke belofte. That has held me bound. Die mij gevangen heeft gehouden. That is a nonsense. Dit daar today, onzin is. Vandaag. I say enough of it. Zeg ik genoeg ervan. I break it. Ik breek het. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Let's begin to pray. Laten we beginnen met bidden. Enough of this nonsense. Enough of this nonsense. Genoeg van deze onzin. Hey, enough of the nonsense. Malabase keba katabare.
Zeke makabaro bosoko bakata. Rema seke baroto rebasoko madayera. Zibo suba le bandere botu bakata. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Father, I declare upon the church. Vader, ik verklaar over de kerk. For New Life Assembly. Voor New Life Assembly. Enough of the nonsense. Genoeg van de onzin. Enough of the nonsense against the church. Genoeg van de onzin tegen de kerk. Enough of attack against the member. Genoeg van aanvallen tegen de leden. Today we declare. Vandaag verklaren wij. That anyone that continues to attack this church. Dat elke persoon die verder gaat met ons aan te vallen. Or attack members. Of de leden of de kerk aan te vallen. May the fire of the Holy Ghost roast them in Jesus' name. Hun verbranden in Jezus' naam. May the fire of God roast them. Laat het vuur van God hun verbranden. I said, may the fire of God roast them. Laat het vuur van God hun verbranden. In Jesus' name. In Jezus naam, amen. There is some of you. Er zijn sommigen van jullie. That need to go home. Die naar huis moeten gaan. And go and throw certain things away. En bepaalde dingen weggooien. Because enough of those nonsense. Omdat genoeg van die onzin is. There are some of you that need to go home. Sommigen van jullie moeten naar huis gaan. And tell certain people, please pack your thing and leave my house. En bepaalde mensen vertellen, pak je spullen en vertrek van mijn huis. If you must leave my house. You must obey the rules. Als je in mijn huis wilt leven, moet je de regels gehoorzamen. Of zo moet je vertrekken. Sommigen van jullie. That today, dat vandaag. We need to make hard decisions. Zullen vandaag moeilijke beslissingen moeten maken. But do not be afraid. Maar wees niet bang. For God. Voor God. We see you through. Zal u doorheen zien. In Jesus' name. In Jezus' naam. May we sit down, please. Laten we zitten.